De Nationale Risicoanalyse, NRA, identificeert verschillende hoogrisicodreigingen voor Suriname, waaronder corruptie, drugshandel, belastingontduiking en smokkel. Dit is een van de resultaten van het onderzoek dat door de NRA is uitgevoerd. Een goede analyse is naar zeggen van president Chandrika Prasad Santokhi van eminent belang voor Suriname. De gevolgen van een minder goede evaluatie zou inderdaad kunnen zijn dat we als risicoland bestempeld zouden kunnen worden. Een risicoland en een hoog risicoland, wat soms met twee moderne benamingen ook aangeduid worden. Of gegreenlist kunnen worden of geblacklist kunnen worden. Maar het gaat erom namelijk dat je in de wereld in ieder geval bestempeld zal worden en officieel genoemd zal worden als een land waar er hele hoge risico's aan verbonden zullen zijn, wil je zaken ermee hier doen. En dat kan enorm veel negatieve gevolgen kunnen hebben voor ons financieel verkeer, voor investeringen, voor ook in feite alles wat we als land willen doen. En dat willen we niet. En daarom is het bijzonder belangrijk dat iedereen moet meewerken. Het eerste NRA-rapport op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering voor Suriname is in de periode 2019-2020 uitgevoerd. Dit rapport betrof zowel de publieke als de private sector. Het staatshoofd zegt dat in het rapport ook de daden van zijn regering zijn opgenomen. Daarnaast moet het rapport naar de Caribbean Financial Action Task Force. Wij zeggen, wij willen niet alleen een rapport sturen van een assessment van 2015 tot en met 2020. Nee, in 2020 is er een nieuwe regering aangetreden. En wij willen wel aangeven wat we vanaf ons aantreden tot en met nu gedaan hebben. Op dit stuk, zonder te wachten op die evaluatie. Nu, en dat is die addendum die we dan hier aan koppelen en gaan sturen. En dat addendum is ook beschikbaar voor jullie. Daarnaast moet dan die nationale strategie ontwikkeld worden voor die anti-money laundering. Uiteraard komt daarmee dan een hele actieplan van wat er allemaal gedaan moet worden. Regering, wat moet jij doen? Instituten, wat moet jij doen? Parlement, wat moet jij doen? Private sector, wat casino, wat moet je doen? Autohandel, wat moet je doen? Banken, wat moet je doen? De financiële sector, dan niet. Een hele matrix met allerlei actiepunten. Financial Action Task Force, FATF, vereist dat de Surinaamse regering haar nationale risicobeoordeling voltooit en publiceert om haar anti-witwas- en terrorismefinancieringpreventiebeleid te versterken. Volgens FATF moeten de risico's op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waarmee zij worden geconfronteerd, worden geïdentificeerd, beoordeeld en begrepen.